Jouw nieuws van het weekend. Ik ben zaterdag was ik uitgenodigd op het feest van de koningin. Ga weg, ja? En je wordt dan gebeld door het Koninklijk Huis. Dus ik werd gebeld en die man zei tegen mij: God, nou, u bent uitgenodigd, speciale gast. En we zouden het leuk vinden als u komt. Ik zeg, misschien is het leuk. Dat is geen grap, hè? Nee, ik zeg maar, misschien is het ook leuk dat ze een keer naar mij toe komen. Is het voor dat mensen ook een keer wat anders? Hij zegt, nee, ik. Hij zegt, ik geloof niet dat u dat begrijpt. Hij zegt, want er komen er 3000. Ik zeg, nou, dat is iets te veel. Daar heb je wel gelijk in. Maar Wilfred, ja, het is poppenkast. Ja? Ah, geweldig. Ik heb genoten. Het is allemaal kleinkunst. En het is geweldig om te zien. En Lee Towers kwam op. En ik denk, wat gaat hij zingen? Wat zong die? You Never Walk Alone. Oh, is dat een nieuw nummer van hem? Zolang ik leef, zingt Lee Towers al You Never Walk Alone. En ik hoop zo van harte dat dadelijk een keer iemand hem die gouden microfoon uit zijn handen trekt. Er een beetje vaseline op smeert en zegt: Lee, buk even. En hem dan keihard in zijn reet steekt. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb genoten. Na afloop stonden we allemaal in een rij. En dan werden we voorgesteld aan de koningin. En geweldig, Mario Been ook, een geweldig mannetje, één in het land. En die wordt voorgesteld en die vrouw zegt tegen hem: God, wat leuk dat u er vanavond bent. En hij zegt: Goh, ja, ik had toch niks anders te doen. Echt fantastisch. En Wim, ik heb die koningin, die liep zo, zeg maar. En die Joop van den Ende, ook een idioot. Die is dus niet verder als zo ver van die koningin geweken. Die zijn plasser hing bij die vrouw tegen de kont aan. Dus ik kon het niet laten. Ik zeg, Joop. En hij kijkt, ik zeg, hey, neem jij even gepast afstand, vriend. Ik zeg, je hebt niet bij de op school gezeten, idioot. Ja, dus ik heb weer vrienden gemaakt. Maar ik heb een moordavond gehad. Echt fantastisch. Dat was hem voor het moment, of niet? Hè? Dat was hem voor het moment. Ja, dat was echt... Dat was je mag voor mij nog even doorgaan. Nee, het was echt geweldig.